Goedemorgen, van harte welkom bij een nieuwe morning setup. En ik heb vandaag een lekkere serie van oefeningen voor je, waarin we eigenlijk het hele lichaam activeren. In tegenstelling tot waar we van de week een iets rustiger morning setup deden, gaan we vandaag gewoon lekker bewegen. Dus kom als je kunt lekker staan en dan gaan we beginnen. Je mag eerst je voeten ongeveer op heupbreedte neerzetten als je kunt. En als staan te moeilijk is trouwens, dan kun je het ook voor een heel groot deel zittend doen. Ja, volgens mij kan je alle oefeningen zittend doen, maar staan is lekker. Dan voel je meteen je voeten op de aarde. En waar we mee beginnen is de handpalmen naar boven. En stel je maar eens even voor dat je nu contact maakt met alle 10.000 handen die jouw leven makkelijker maken. Boven je hoofd. Breng je handen naar je hart. En vanaf je hart breng je handen naar beneden met de punt naar beneden. En maak je zo de beweging af. En als je het helemaal mooi wil doen, dan adem je langzaam. Zoveel als je kunt in, totdat je handen boven je zijn. En op één lange uitademing kom je bij je hart. Ga je in een vloeiende beweging door. En denk maar eens, 10.000 handen, misschien denk je, nou dat zal toch wel meevallen. Maar als je erover nadenkt, alle mensen die zorgen voor eten, die zorgen voor transport, voor het drinkwater, voor het huis waar je in woont. Voor mensen met wie je verbindt. Dan zijn dat gemakkelijk 10.000 handen. En nu, nadat we hier contact mee gemaakt hebben, doen we het simpeler en zeven we de energie. Dat wil zeggen, je brengt alle verse energie uit de omgeving, uit de lucht, uit de aarde, uit de kosmos. Breng je allemaal via je kruin in jouw energieveld, je fysieke lichaam, maar ook het hele veld om je heen. Ondertussen voel je je voeten nog stevig op de aarde. Geef jezelf een zachte glimlach, zachte ogen. En nadat we deze beweging een paar keer gedaan hebben, draai je 45 graden. 45 graden naar de rechterkant. Ik zal het in spiegelbeeld doen. Blijf het langzaam doen. En dat wissel je af. 45 graden de ene kant op en dan 45 graden de andere kant op. Je voeten blijven lekker verankerd aan de aarde. Open elke keer je handen, verse energie. En op de uitademing kun je wellicht voelen dat er een energieveld om jou heen is. Jouw energieveld. En nu we dit een paar keer 45 graden hebben gedaan, doen we hetzelfde op 90 graden. Dus je voeten blijven stilstaan, maar kijk eens of je nog verder kunt bewegen met je ruggengraat. En dezelfde beweging. Luister goed naar jouw lichaam als het 45 graden genoeg is. Blijf je op 45 graden. Maar als je verder kunt twisten en je ziet al de twist in de ruggengraat, dan open jezelf meer. En met deze oefening doen we al heel veel goed werk voor ons lichaam. En nadat we deze warming-up hebben gedaan, gaan we door naar de volgende. En
Dit is Shaking the Tree, maar hoe je het ook kan zien is de Happy Bounce. Een Happy Bounce. En ik weet nog, lang voordat ik de Qigong ontdekte, dat ik gewoon zo blij was en dat mijn lichaam af en toe dit ging doen. Dat was toen ik net Fabrice had leren kennen en al gewoon uit het niks begon mijn lichaam dit te doen. En toen noemde ik het al de Happy Bounce. En dat was gewoon puur dat mijn lichaam dacht, oh, lekker. En terwijl je lekker aan het happy bouncen bent, kun je ook hier weer een klein beetje twisten. Misschien was er net wat spanning in de zeefbeweging. En dan vergroot je je armen wat meer. En dan hebben we de combinatie van de happy bounce met de spinal twist. En als je het fijn vindt om niet te bouncen, maar alleen te twisten, dan doe je dat. Als je het fijn vindt om alleen te bouncen en niet te twisten, dan doe je dat. Ik geef slechts suggesties die wel heel goed zijn voor je lichaam en alles daarin. Dan laat je jezelf weer ietsje meer tot rust komen. Het bouncen stopt, de twist wordt kleiner, komt helemaal tot stilstand. Geef een klein beetje ruimte onder je oksels. Je ellebogen zijn licht gebogen, je handen zijn ontspannen, naar beneden gericht met je vingers. Je knieën zijn lichtjes gebogen en voel eens eventjes of je iets kunt voelen op het subtiele vlak. Misschien voel je wat tintelen. Voel je een warmte? Voel je een soort van stroming? Misschien voel je ergens pijntjes. Kan ook heel goed. En alles wat je kunt voelen in je lijf is eigenlijk chi. Oftewel levensenergie. De energie. Vaak is het heel subtiel. En wat we met deze practice doen is onszelf afstemmen op wat we allemaal kunnen voelen. En dan breng je je handen omhoog met de handpalmen naar beneden, alsof je vliegt. En bij deze beweging kun je ook iets je borstkas openen, je rug krommen of eigenlijk hol maken. En dan laat je jezelf naar voren vallen. Vallen, bewegen, zachtjes, ik doe het even van de zijkant. Ontspan je knieën, je armen, kruisen hier. Dan buig je iets je knieën voor de zekerheid. En dan kom je weer naar boven. En dit is White Crane is cradling its nest. Dus de witte kraanvogel is zijn nest aan het cradelen, wiegen. Nou, is dat niet mooi poëtisch? En wat we hiermee natuurlijk doen is het stretchen van de rug, het ontspannen. Ook al het activeren van alle spieren, pezen, zenuwen, weefsel, maar ook de meridianen in de benen. En het is ook een super goede oefening voor een lang en gezond leven. En nadat we deze gedaan hebben, gaan we naar de handen op de achterkant van de rug, de onderrug. En een van de meest belangrijke dingen voor een lang en gezond leven is om te zorgen dat alles door kan stromen. En hoe kunnen we dat nou beter doen dan een hip circle maken? Dus begin met je heupen één kant op. Ik ben rechts begonnen. Ik heb het niet in spiegelbeeld gedaan. En maak een grote hip circle. Een grote cirkel met je heupen. En doe het niet alleen op je heupen, maar focus ook op je hele onderlichaam. Dus je knieën krijgen een rotatie, je enkels, je voeten. Je houdt je kin ietsje ingetrokken, dus niet te ver naar voren. Maar focus maar op
het middelste stuk richting je onderlijf. En ik sta bewust stil bij waar ik voel, daar is het een beetje stijf. En na een paar van deze cirkels draaien we uiteraard de andere kant op. Zorg ervoor balans in het lichaam, dat we zowel de linker als de rechterkant de aandacht geven die het verdient. En voel maar je hele onderbenen, je benen, je bovenbenen, je voeten, hoe alles hier als het ware even doorgesmeerd wordt. Door zo'n simpele beweging als dit. Misschien voel je heel stijf. Dat heb ik. Ja, tegenwoordig met heel veel zitten is dit gebied eigenlijk, heeft elke dag wel wat aandacht nodig. En dan kom je weer tot stilstand. Schud heel eventjes je handen los. En dan verstrengel je je vingers. Dus je verstrengelt je vingers. Handpalmen zijn omhoog. En breng jouw energie omhoog naar je hart. En als je niet meer verder kan op deze manier, dan breng je je handen naar buiten. En stretch omhoog. En terwijl je hier bent en je hebt je vingers dus naar buiten gestretched, kom je, als dat lukt, op je tenen. Even een korte balans, oefening. En wat we hiermee doen is eigenlijk twee energetische punten stimuleren. Aan de ene kant het punt precies onder de bal van je voet, waar het startpunt zit van de nieren, de niermeridiaan. En aan de andere kant, bovenaan, daar stimuleren we het punt van het hart in het midden van onze hand. Dus stretch. Als je omvalt, maakt niks uit. En dan laat je dit allemaal gaan en voel alweer even na zoals net, met wat ruimte onder je oksels. Lichtjes gebogen knieën, lichtjes gebogen armen. Je handen zijn ontspannen, het kost geen kracht. Rol je schouders omhoog en naar achter. En voel na hoe het nu voelt. En dan heb ik er nog eentje die ook supergoed is. We hebben het onderlichaam al flink gestimuleerd. We hebben de rug flink gestimuleerd, maar nu is het nog tijd voor de longen en het hart. Dus wat we doen is een horse stance heet dat in het Engels. Je zet je voeten ietsje wijder en als je kunt, buig je lichtjes je knieën. Als dat lukt. En je kunt heel diep gaan, dat mag. Je kunt een klein beetje diep gaan. Vind wat voor jou vandaag fijn is. En breng dan met gestrekte handen je handpalmen naar buiten. En dan doe je daarna, kom je terug bij je hart. Dus dat doen we een paar keer. Stretch naar buiten. Misschien voel je meteen allerlei spanning opkomen in je armen. Misschien in je handen, in je benen zeker. Maar wat we met deze beweging doen is alle energie in de longen en in het hart. De meridianen daarvan, die lopen allemaal door de armen naar de handen. Dus zo clearen we eigenlijk deze energiepunten. En nadat we deze beweging een paar keer gedaan hebben, misschien voelt het al heel oncomfortabel, je kan altijd ietsje hoger komen, hou je nog 3 ademhalingen hier even vast. Voel de, met name het accent van je middelvinger. Daar loopt de hartmeridiaan. Triple warmer. Het tintelen in je handen. En dan laat je dit allemaal gaan. Kom maar omhoog.
Zet je voeten weer ietsje dichterbij. En laat je handen gaan. En als je wil, kun je je handen nog wat warmte meegeven door te wrijven. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt om het eigenlijk te voelen. Dan weet je op een gegeven moment, oh ja, hier stem ik het op af. En stel je maar eens voor dat hier tussen je handen, wat je kunt voelen, een soort van dikte, een soort van ja, energie. Ik bedoel, natuurlijk kan ik mijn handen gewoon bij elkaar brengen. Maar als je je erop afstemt, dan voel je hier letterlijk levensenergie. En masseer daarmee jouw gezicht. En dat doen we in een hartvorm, dus van binnen naar buiten. Doe je dat 9 keer. Langs de randen. Langs je hals, als je dat fijn vindt. Nou ben ik intussen al de tel kwijtgeraakt. Het is ook niet zo super, super erg. Ik denk dat dit ongeveer 9 is. En dan masseer je je oren. En waarom de oren? Nou, de oren hebben rechtstreeks contact met de nieren. De nieren waar we veel angst vasthouden. Maar de nieren die ook een hele belangrijke zuiverende werking hebben uiteraard. Ons waterorgaan. En achter de oren loopt natuurlijk de nervus vagus. Ik vertel daar heel vaak over. Dat is de grote hersenzenuw die heel vaak overbelast is. Die heel vaak aanstaat omdat we denken dat we moeten vechten of vluchten. Of die zo uitgeput is dat die in een freeze beland is. En nadat we dit gedaan hebben, doen we tot slot eventjes een contact met je hoofd. Je kunt de 10 dragons running through your hair doen. De 10 draken. Je kunt eventjes masseren en kloppen. Maak de beweging van voor naar achter en neem ook je hals mee. Je nek is dat natuurlijk. De achterkant bij de schedel. Misschien bij de overgang voelt het enigszins gevoelig. Dat heb ik. En als dat zo is, dan blijf je daar ietsje langer bij. Klein beetje liefde en aandacht geven daar. Want pijnlijke plekjes op je lijf zijn altijd een teken dat er iets aandacht nodig heeft. Dat er energie niet lekker doorstroomt daar. En het feit dat je er aandacht aan geeft, wil niet zeggen dat het meteen is opgelost. Maar wel dat je jouw bewustzijn er naartoe brengt. En alsof je tegen deze plek zegt, ik ben er. Ik voel jou. En als ik deze woorden uitspreek, krijg ik meteen een diepe spontane ademhaling. Maar dat komt omdat ik dit al heel vaak geoefend heb. En nadat je dit allemaal hebt gedaan, kun je nog 1 keer je handen afschudden als je voelt dat dat nodig is. Was bij mij zo. Veel spanning aan de achterkant. En zet dan, maak contact met jouw lijf op een plek waar je dat fijn vindt. Misschien is het bij je hart. Misschien is het 1 hand bij je hart, 1 hand op je onderbuik. Zet jouw puntje van je tong achter je voortanden. En stem je dan af op een nieuwe groeicyclus. We hadden gisteren de nieuwe maan. En een nieuwe maan wil zeggen dat er een nieuwe groeicyclus weer begonnen is. Dus wat zou jij de komende maand, in ieder geval de komende 2 weken tot aan de volle maan, willen laten groeien? Het kan van alles zijn. Misschien is het vertrouwen, moed, liefde, zachtheid voor jezelf, compassie,
Misschien expansie, groeien naar een grotere versie van jou. Overwinnen van angsten. En wat het ook is, met jouw intentie zet je dit nu in jouw zon, jouw buitenlichamelijke chakra boven je hoofd. Zo'n ongeveer 50 centimeter boven je hoofd. En dan zet je de kwaliteit van wat je net verzonnen hebt, wat er net in je opkwam, dat zet je boven jouw hoofd. Als een soort noorderlicht, een kompas. En dan kom ik weer wat dichterbij met af te sluiten. Geen idee hoe laat we zijn. Oh ja, iets aan de late kant, maar ik hoop dat je hier een fijne practice mee had. Ja, mooie oefeningen. Ik had zin om even een compleet verhaal te maken vandaag. En voor mensen die op YouTube dit terugkijken en die denken, oh, ben benieuwd naar hoe dat eigenlijk zit. Ik heb maandag een webinar over prikkels. Te veel prikkels, te weinig prikkels en wat dat te maken heeft met jouw zenuwstelsel. Dus als je nog niet voor bent ingeschreven en het lijkt je interessant, het is gratis. Schrijf je dan in. Ik zet de link dan hieronder nog. En verder ben ik er maandag weer en wens ik je een fantastisch weekend. Van mijn hart naar jouw hart. Namaste.